De jongens hebben met heel veel enthousiasme de eerste training afgewerkt. En dat heb ik ook gevraagd. Dat is wat ik eigenlijk altijd vraag op trainingen. En dat hebben ze vandaag hartstikke goed gedaan. Mats is een aanvallend ingestelde middenveld. Die we al hadden op de korrel een paar jaar geleden. Maar toen toch voor GWA koos. Heeft op 15-jarige leeftijd volgens mij al zijn debuut gemaakt in het eerste elftal. En is nog steeds, wordt volgende week volgens mij, wordt hij 18 pas. Een hele talentvolle speler. En ja, wij hebben altijd graag talentvolle spelers in de jeugd. En hij heeft vandaag al laten zien dat hij al vrij volwassen is voor zijn leeftijd. Laten we hopen dat, dat die springplank steeds minder wordt. En dat dit eigenlijk weer een hele grote club wordt in Europa. Voor de kampioen Elhamdoui. Kan je vertellen wat er nou precies is gebeurd? Er is een brief op de mat hebben gehad waarin Ajax heeft gezegd, je bent niet meer welkom. Nou, het staat er gewoon zo voor. Als er een club komt en een manier wil erheen en ze betalen de juiste bedrag, dan mag je daar naartoe. Is er nog iets gebeurd in de zomer waar wij geen weet van hebben? Nee. Waarom mag hij weg? Het was weer goed, toch? Eind vorig jaar. Waarom mag hij weg? Nou, omdat hij niet in ons plaatje past. Dan die andere naam, Danny Blind. Dus niet meer jouw assistent officieel. Het was al eigenlijk voordat we zijn begonnen, zeg maar vorig jaar in december, was dat al de bedoeling dat hij zeg maar, de functie als technisch manager in ging vullen na dit seizoen, of na het vorige seizoen. Ja, en dat is ook zo gebleven. En dat Dennis toen tweede assistent zou worden. Dus zoals het er nu uitziet gaat Danny gewoon die rol ook invullen en vooral te maken met rondom het eerste vooral. Bergkamp neemt zijn rol waar. Wat verwacht je daarvan? Hoe moet hij dat invullen? Nou, ik verwacht gewoon de ervaring die hij heeft opgedaan. En vooral natuurlijk in het buitenland. En ja, hij is gewoon een hele intelligente voetballer natuurlijk ook. Altijd in het veld geweest. Daarnaast is Dennis ook gewoon een hele intelligente persoon. En ik wil gewoon dat hij vooral zijn kennis overbrengt aan jonge spelers. Maar ook aan de ervaren spelers. Hij kan daar heel belangrijk in zijn. Vaak voetbal gaat om kleine details. En ik denk dat dat hij dat zeker in zijn vingers heeft. Hij kan denk ik vooral in de voorhoede en de middenvelders kan hij van hele grote waarde zijn over looplijnen en aan te geven bijvoorbeeld met Theo of met Eriksen of met Siem de Jong of wie daar ook op het middenveld speelt of eventueel spitspositie wat hij ook wel eens gespeeld heeft natuurlijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hij is in ieder geval aanwezig wanneer wij aan het trainen zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En dat hij zich voor 100% voor ons inzet. En daar ben ik van overtuigd. Hij is daar heel stellig in. Dus hij zal ook momenten als wij in het buitenland zijn, zoals wij naar Duitsland gaan, zal hij niet meegaan. En ook met Champions League wedstrijden. Dus dan heeft hij in ieder geval tijd om dat te gaan doen in ieder geval. Er was nog sprake van dat Stam ook zoiets gedaan, maar dan voor de verdedigers. Wanneer gaat hij dat doen? Nou, zoals het nu uitziet, gaat hij op elke donderdag komt hij hier naar de toekomst toe. En zal hij dus ten aarde orde zal ingevuld worden of hij eventueel individuele training bij ons krijgt of gaat geven. Of dat hij dat bij het tweede doet of bij de jeugd. Eerste indruk is gewoon top. Alles is goed geregeld en dat mag ik wel verwachten voor zo'n club. 6 jaar geleden speelde ik bij Jong Ajax en de hele entourage, eerste en tweede, dat is natuurlijk hartstikke groot, dus dat is wel anders. Natuurlijk moet ik me bewijzen, maar ik loop nu weg voor concurrentie. Sigurdsson, hoe wil je graag? Het is een belangrijke speler, denk ik, kan het voor ons worden. Maar niet ten koste van alles. Ja, de status dat ligt bij de directie natuurlijk. Maar het moet natuurlijk niet al te lang gaan duren, want wij moeten ook verder. En dan zou je toch op plan B moeten schakelen. En dus laten we hopen dat het snel gebeurt. Maar anders gaan we. We zijn ook druk op zoek naar andere spitsen eventueel. Het zijn eigenlijk 2 spitsen, anders moet je Siem weer terughalen. We hebben Svitanić natuurlijk ook nog. Maar ik denk dat dat dan. Als de spits er is en het blijft zo, dan hebben we, denk ik, dan staan we goed ervoor, vooral in de Nederlandse competitie. En ja, ik denk dat we ook wel een heel jong team hebben voor de Champions League, maar dat maakt niet uit. Het is een fantastische ervaring.
Heb jij, ik zag je achterin al eventjes, heb jij een betere trap dan iedereen? Op dit moment zeker. Ik ben even gelijk in de vroeger. Nou, we hebben een hele verschillende trap, denk ik. Ik denk dat hij meer de, ja, de paas met gevoel en voor mij denk ik wat strakker en wat harder. Maar. Nou, ik denk dat we dat de vergelijking wel, ja, eigenlijk bijna hetzelfde is, eerlijk gezegd. Hij zegt dan, ik heb meer gevoel, maar ik zag vandaag ook weer een balletje met heel veel gevoel. Ik denk dat het juist een kracht is van Theo, dat hij dat heel goed kan afwisselen. En ik had vroeger ook een aardig strakke paas, volgens mij. En ik zal hem nog wel eens de komende trainingen laten zien hoe strak de bal overzond is. Deze kant.